Welke personage vind je het leukst om te filmen? Voor Oogappel? Ja, natuurlijk. Oh, ja, ik wilde eigenlijk iemand anders. Ja? Max. Max. Max, ja. Ik ben Jelle van der Roes en ik ben de cameraman van Oogappels. Zijn er dingen die je anders doet omtrent camera? Oogappels draaien we veel shots vanaf statief. Is dat ook een reden waarom dat op statief wordt gedaan? Dus een vast shot? Of... We bewegen ook graag de camera. Alleen het is natuurlijk altijd door de scène gedreven. Mm-hmm. En het is ook zo dat als je de camera vastzet, denk ik dat je de acteurs misschien beter ziet. Ja. En dat je zelf als camera... man of met je cameravoering niet zoveel aandacht op eist. Ja. Ik denk dat het de personages zijn die de ruimte moeten krijgen op beeld om hun ding te doen. Dus daarom denk ik dat we veel vastdraaien en niet opvallend. Ik ben David Carmichelt, de geluidsman van Oogappels. Oh, wat leuk. En hoe lang doe je dit werk al? Dat wist je nog niet? Nee, dat wist ik niet. Ik doe het al een paar jaar, maar dat wist ik niet. Nou, hoe lang doe je dit werk? Dit werk? Ja. Hoe lang? Ja. Al veel, heel erg lang. Echt? Ja. En wat vind je ervan? Is het leuk werk? Ja, het is leuk werk, ja. Oh. Zeker. En op de set? Ook leuk, zeker. Ik ben Ilse van der Veen en ik ben focusvoerder. Dat komt uit het Engels, to pull focus. Dus het is eigenlijk het scherpstellen. En ik kan het je eventjes een beetje demonstreren. Ik ben heel benieuwd. Het is een vrij grafisch beeld wat we hier hebben. Maar als ik dus hier aan draai, dan zie je dat het nu echt onscherp is. Ja. En als ik weer de andere kant op draai, nou, dan is het in ieder geval zie je dat het scherper is. Ja. Dus dat is wat ik doe. En als jij op mij afkomt lopen, of op de camera afkomt lopen tijdens een shot of tijdens een scène, dan draai ik dus tegelijkertijd in hetzelfde tempo als jij op de camera afloopt, draai ik dus met het wieltje mee. Ah. Dus als ik mijn werk goed doe, dan hebben mensen thuis eigenlijk helemaal niet door dat ik besta. En als cameraman, hè, mag je dan een beetje zelf bepalen wat je filmt? Je bepaalt het samen met de regisseuse. En soms is het meer zo van, nou weet je, we kijken wel heel even wat de acteurs van deze scène maken. En dan passen we ons daar misschien ook een beetje op aan. Ja. Dus we zijn daar zelf heel vrij in. En het is eigenlijk altijd een samenspel. Bij een ander soort film heb je misschien veel meer eerst een beeldidee. Ja. En daar pas je dan bijvoorbeeld de scène op aan. Waar gaan de acteurs staan? Hoe gaan ze bewegen? Nou, dat doen wij ook natuurlijk. Ik zeg ook wel eens tegen jou van... kun je meer zus of zo staan. En Siraj, ga nu eens iets meer met je stoel schuiven... dat je wat meer tegenover Anna zit. Iets meer naar die kant. Voor door en dan stop. Ik vind het bij Oogappels wel prettig... om wederom ook jullie eerst eigenlijk eventjes... een scène te laten maken. Ja. Zoals dat natuurlijk voelt. Want ik denk dat dat bij Oogappels heel belangrijk is. Dat je een soort natuurlijkheid hebt. En dat ik me daar dan een beetje naartoe schik. Ja. Om te kijken. En soms grijp ik in. Als je dus je koptelefoon op hebt, hè? Ja. Waar let je dan op? Op kraken, op vliegtuigen? Kraken? Ja. Kraakband, nee, ik luister naar dit soort dingen, weet je wel. Mm. Als kleding geluid maakt en als er een vliegtuig overkomt of dat soort dingen. Dat is wel heel irritant, ja. Nee, dat begrijp ik. En wat gebeurt er dan? Stoppen dan? Dan gaat die helemaal opnieuw. Ja. Okay. Ook al doe jij het hartstikke goed, moet je gewoon helemaal opnieuw. Ja, nee. Het focussen, dus hoe jij het doet. Jij doet het aan, hoe heet dit? Dat is een remote, focus remote. Dus een focus remote. Doe jij dat alleen of zijn er ook andere producties waarin dit anders wordt gedaan of wordt het allemaal zo gedaan? Vroeger werd het op de camera zelf gedaan, dus dan zat er een wiel aan de lens, waardoor focuspoeders naast de camera mee moesten rennen soms. Of was dan eigenlijk logistiek was dat heel erg lastig. Ja. Toen kwam er wel vrij snel die remote, maar waren de monitoren waren er eigenlijk nog helemaal niet. Ja. Toen ze op film draaiden, was er eigenlijk nog helemaal geen referentie, behalve wat de cameraman ziet door de viewfinder. Dus toen was het echt afstandsschatten. Dus dat wordt nog steeds veel gedaan. Ook wanneer je dus op film draait, heb je geen referentie van monitoren. Dus dan moet je precies weten wat de afstand is tussen jou en de camera. Wie is de leukste personage om mee te werken? Zeg ze. Max. Ja, leuk. Max vind ik wel de leukste. Ja, nee, dat begrijp ik ook. Eén van de leukste. Zijn er ook wel eens situaties waarin het echt moeilijk is om die focus goed te leggen en het scherp te stellen? Ja. Eigenlijk heel simpel, als ik moe ben of gewoon, dat is echt al, het is letterlijk focus
poelen. Ja. Dus je moet echt ook een soort concentratie hebben. Dus wanneer je zelf moe bent of hongerig of gewoon een beetje chagrijnig of wat we allemaal wel eens hebben, dan is gegarandeerd wordt de dag gewoon een stuk lastiger voor mezelf. Ja. En er zijn ook technisch gezien, wanneer het diafragma, dat wordt dan echt wat technischer, als we heel ver open staan, is de scherpte diepte heel erg dun, zoals we het noemen. Dus dan heb je heel weinig marge. Ja. En dat is met name als we dus avondscènes draaien, dan is het veel kritischer. Dus dan moet ik echt heel goed opletten om er niet doorheen te gaan. En wanneer bijvoorbeeld, nou, jij bent een vrij rustige acteur, maar je hebt ook acteurs die de hele tijd in het bewegen zijn. En als je dat dan 's avonds hebt met een lange lens, dan is het soms een beetje zweten. Hoe bereid je je eigenlijk voor op een draaidag? Je gaat natuurlijk de scripts lezen, je gaat afspreken met alle betrokkenen om af te spreken wat we gaan doen. Ja. We gaan op de locaties op bezoek om te kijken hoe gaan de hoe zien de plekken eruit waar we gaan filmen. Maar dat is, dat is vooraf de productie en tijdens de productie. En ik lees natuurlijk altijd nog een keer de scripts van die komende week. Ja. Nog een keer door. En ja, dat is het. En dan maak ik plannen. Moet je een heel, heel goed gehoor hebben? Wat zeg je? Moet je een goed gehoor hebben? Sorry? Ja. Je hebt geen goed gehoor nodig om geluidsman te worden? Nee, eigenlijk niet. Bij welke acteur doe je het dan het liefst scherp stellen, Max? Nou, Max, jij hebt wel, dat is wel grappig, want er zijn inderdaad wel acteurs en actrices die makkelijker zijn, doordat jij vrij een contrastrijk gezicht hebt. Donkere ogen, donkere wenkbrauwen, je haar is donker. Dus dat voelt altijd wel lekker. En je bent dus, zoals ik net zei, vrij rustig. Je bent heel voorspelbaar en dat is voor een focuspoeler heel erg lekker. En je vader bijvoorbeeld, die heeft dan wel een contrastrijk gezicht, maar die is heel bewegelijk. Als een soort jonge hond, die gaat alle kanten op. Dus daar moet je echt opletten. Ja. Ja. Welke personage vind je het leukst om te filmen voor oogappel? Ja, natuurlijk. Oh, ja, ik wilde eigenlijk iemand anders. Ja? Max. 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 Ja. Maar even een duimpje in de camera. Ja, leuk. David. Test. Nou, zoals jullie net hebben gezien, hebben we de cameraman, hebben we de geluidsman en hebben we de focusoperator hebben we allemaal geïnterviewd. Ik wil ze allemaal bedanken en hopelijk hebben jullie ook weer een goed kijkje en een goed beeld gekregen van hoe het een beetje backstage gaat op de set van Oogappels. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En hier was Max.